en opeens neem jij op. Hoe gaat het, Nate? Hey, Rafe. Lang geleden. Hoe kom je in het nummer? Heeft Sullivan het op een bierveeltje geschreven? Was het maar zo. Dan had het me alleen maar een paar shotjes rum gekost. Nee, nee. Ik heb flink moeten betalen om jullie te vinden. Ja. Hopelijk heb je niet te veel geïnvesteerd in die Avery, schat. Ik begrijp dat de concurrentie fel is. Ja, je hebt het een paar keer best handig gespeeld. Maar uiteindelijk gaat het erom wie als eerste Avery schat vindt. Klinkt als een weddenschap. Hey, Nate. Daar ben ik altijd voor te porren, maar mijn partner... Nou, zij is meer van het elimineren van onnodige risico's. Wauw, Rafe Adler, die allemaal's bevelen opvolgt. Oh, wat is er veel veranderd. Luister, Nate, ik doe je dit voorstel maar één keer. Je stopt er nu mee. Je gaat naar huis, geniet van je leven. En ik vergeef en vergeet alles. Want dat gun ik je. Hoe verleidelijk dat ook klinkt. Rafe, ik ben niet echt iemand die afhaakt als hij een voorsprong heeft. Oké. Rodeus quod licentia, voor God en vrijheid. Dit zijn mooie foto's, Nate. Goeie compositie. Je hebt onze telefoons gehackt. Je hebt mijn kruis gestolen. Luister, Nate. Als jij half zo slim bent, als je drinkt bent, dan accepteer je mijn voorstel. Dus zeg het maar. Luister, het was leuk om even bij te kletsen, maar ik heb nog een ander lijntje, dus... Wacht, Nate, nog één ding. Nate! Wat? Je weet toch wel dat jullie telefoons GPS hebben? Ik zie je snel, gozer. Shit. Laat me raden, er zijn gewapende gekken onderweg. Sam. Voor God en vrijheid, Nathan, heb je enig idee wat die betekent? Sam, luister naar me. Je moet weg daar, nu meteen. En vernietig je telefoon. Wat is er aan de hand? Rafe weet waar we zijn. Ik was hier niet kunnen vinden. Sam? Sam! Verdomme. Hey. Ik koop wel een nieuwe voor je.